Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Zoals jullie weten heb ik vakantie, maar er is zoveel in het energetisch veld voelbaar dat ik me getrokken voelde om toch vandaag een reading op te nemen. Ik heb het al vaker over zonnestormen gehad. Op dit moment is de afgelopen dagen heel extreme pieken aanwezig geweest. En ik wil daar toch even met jullie op ingaan. Ik wil er toch eventjes wat meer informatie over geven. Ik zal dadelijk ook even een tabelletje in beeld brengen. Waaraan je dus kunt zien dat er dus pieken aanwezig zijn. Velen van jullie weten eigenlijk helemaal niet wat het inhoudt. Ik heb me eigenlijk er ook verder in moeten gaan verdiepen. Ik heb informatie ook gevonden bij de Wijsheid van het Hart. Deze vrouw heeft heel veel mooie informatie op haar website staan. En daar wil ik even wat stukjes uit voorlezen waar het mee te maken heeft. Zodat ik ook niks vergeet om jullie helderheid te geven hierover. De zonnestorm is een magnetische storm op de zon. Tijdens een zonnestorm komen er grote hoeveelheden elektromagnetische geladen deeltjes en enorm hete gassen vrij. Zoals met alle kosmische activiteit is dit ook fysiek voelbaar dus voor ons. En vooral als je dus hooggevoelig bent, hè, let dan ook gewoon op bij je huisdieren, bij je kinderen. Kinderen zijn vaak de nieuwe tijdskindjes genoemd, zijn hoogsensitiever, voelen dit dus ook echt veel meer in hun energie. De afgelopen jaren is er dus heel veel toename gekomen op de zonnestormen. De zonnestormen zijn magnetisch, waardoor dus ook ons lichaam dus op het elektromagnetisch veld van de aarde kan reageren. En vooral als er dus een piek ontstaat. Recente studies tonen dus ook directe verbindingen aan tussen zonnestormen en onze fysieke lichaam. Dus als we dan gaan kijken, dan kun je dus echt het gaan voelen als dat onze DNA, dus eigenlijk als kosmische antennes gezien mogen worden. Dit kan verstoringen op aarde dus geven. Zonnestormen die kunnen dus ook orkanen veroorzaken, stormen, vulkaanuitbarstingen, etc. Maar op ons lichaam, op DNA-niveau, veroorzaken zonnestormen dus nieuwe informatie. Dus er kunnen lichtcoderingen naar binnen komen. Je kunt extra dieper zakken in een zielstuk. Eventueel ga je meer inzichten krijgen als er nog pijnstukken zijn die geheeld mogen worden. En dit komt eigenlijk door die infusies van het licht. Dat is dus energie. En energie is dus de informatie die in het magnetisch veld verandert. Maar helaas kunnen de zonnestormen ook heel veel dingen veroorzaken aan gedachten, aan emoties. Het beïnvloedt dus gewoon letterlijk je centrale zenuwstelsel, je DNA, je hersenactiviteit. Maar je mentale en emotionele fysieke reacties kunnen daar dus ook op gebaseerd zijn. Dus als jij je eigen niet helemaal lekker in je hum voelt en hou het in de gaten. Ga eens opzoeken op de website of er een zonnestorm aanwezig is. Als dit het geval is, dan kun je dus ook merken dat er plotselinge emoties heftiger op kunnen spelen. Of dat je misschien nerveuzer bent, duizelig, geïrriteerd, vermoeidheid, slapeloosheid, maar ook slaperig, vergeetachtig. Het zijn allemaal elementen die dus te maken hebben met zonnestormen. Het is dus heel erg belangrijk als die nieuwe informatie in je lichaam binnenkomt, dus echt in jouw zenuwstelsel, dat dit goed verdeeld gaat worden door jouw lichaam heen. Dus geef je eigen er dan ook aan over als dit gebeurt. Ben je moe? Laat het gewoon toe. Je lichaam die moet gewoon aanpassen aan die nieuwe informatie en dat kost gewoon heel veel extra energie. En als je dus die rust opgeeft, dan heb je dus ook een krachtige effect op deze cellen en op DNA-niveau. Waardoor onze celgeheugen ontwaakt en opgeschoond wordt. Dus dat is eigenlijk wat er gaat gebeuren met zonnestormen. Sommigen ervaren ook echt van die hitteaanvallen. Dat je in één keer stijging hebt in temperatuur. Maar dit is ook weer een ondersteuning in je ontwakening en bewustwording. Dus zonnestormen trekken dus als het ware als een oude magneet de energie omhoog. Of als een magneet de oude energie omhoog.
om deze vervolgens weer uit elkaar te laten vallen. En deze zon speelt dus een belangrijke rol in het ontwakenen van de mensheid. En waarom ik dus nu ook speciaal deze video online zet. Ik ben verder helemaal offline geweest, maar omdat ik er zelf ook behoorlijk last van heb. En ik heb het toevallig gisteren met een collega nog over gehad, dat er van alles speelt. Die ascensie is echt aan het versterken voor een hele grote groep mensen. Kijk, mensen die nu net aan het ontwaken zijn, die beleven op hun eigen manier ook weer patronen, effecten. Maar als mensen daar niet van op de hoogte zijn dat het hiermee gecombineerd is, dan kun jij het op andere kwalen gaan leggen van oh, dit is er aan de hand, of ik heb een burn-out, of ik heb dit of dat. En dan ga je het eigenlijk op het medische pad gooien. Ik wil niet zeggen dat mensen geen medische oorzaken kunnen hebben, totaal niet. Maar weet ook dat er heel veel in het energetisch veld veroorzaakt kan worden. En dus ook met het magnetisch veld. Dus als je je eigen dus op een gegeven moment merkt dat je slaappatroon verstoord is. Of dat je dingen vergeet tijdens het praten. Of dat je in één keer duizelig voelt. Wazig ziet. Keelproblemen. Of dat je een beetje warrig bent. Ik weet niet of je dat herkent. Ik heb de laatste dagen dat ik gewoon af en toe gewoon helemaal niet aan mijn woorden kwam. Er is dus echt heel veel in het energetisch veld voelbaar. En tijdens deze zonnestormen activeren we eigenlijk de hogere hartchakra. En dat is dus ook voelbaar. En dat is dus voelbaar als een hogere hartslag, hartfladderen of hartritmestoornissen zelfs. Dus dat is ook wel een teken dat sommige mensen in paniek kunnen raken. Maar dat is ook weer gekoppeld aan het stukje angst. Dus als je goed gegrond blijft, dat is ook wel een puntje dat de laatste dagen is het gronden heel erg lastig. Ik ben gisteren ook echt een paar uur even lekker het bos ingegaan met een van de kinderen. Om even weer lekker te gronden, lekker in het hier en het nu te kunnen zijn. Dus tijdens die zonnestorm is het dus belangrijk om je balans hierin te gaan vinden. Dus verzet je eigen er vooral niet tegen, want dat zal ervoor zorgen dat er weer energie geblokkeerd kan gaan worden. Dat zou jammer zijn, want juist nou kun je dus naar die diepere laag toe. Aarde, loop op blote voeten, maak lekker een strandwandeling. Zit je midden in de stad, zie je ergens een stukje perkje wat grond bevat, ga lekker met je voeten erin staan. Alles helpt, alles zal ervoor zorgen dat jij dus in een bepaalde frequentie weer terug kunt komen. En laat het er gewoon zijn. Gebruik ook je ademhaling om aandacht te trekken op je lichaam, niet op je hart. Op je hoofd bedoel ik, maar echt op je hart richten of op je buikstreek. Neem voldoende rust, drink voldoende water, zorg goed voor jezelf. Wat ik zelf altijd doe, is water in een glas vullen en dan een klein schepje Himalaya zout erbij. Want Himalaya zout is ook weer een uitstekende geleider van energie. Zo kun je ook Himalaya zout in jouw voetenbadje doen. Heb je een bad ook in een bad heel erg goed. Dit is echt een zuivering en een belangrijk element in jouw systeem. Zelf gebruik ik al, ik denk wel 14, 15 jaar alleen maar Himalaya zout. Ook met mijn eetpatronen. Ik heb hier gewoon alleen nog maar Himalaya zout in huis. En mijn kinderen die vinden het allemaal lekker en prima. En ook bij hun merk ik daardoor een bepaalde verschuiving in hun energetisch veld. Want als ze dan een tijdje niet thuis zijn geweest, zoals in de vakantie, en ze hebben een ander eetpatroon, dan reageren ze ook gelijk op. En vooral mijn jongste is daar heel gevoelig voor. Ook gevoeligheid in de darmen komen daar dan op terug. Dus dat is misschien voor jullie ook nog een belangrijke toevoeging wat ik mag geven. Maar goed, ik heb in de tussentijd alweer genoeg gekletst. We gaan gewoon even kijken wat dit tussenstand te betekenen heeft in het energetisch veld. Ik pak gewoon wat kaarten. Ik laat me gewoon leiden. Ik heb twee nieuwe decks klaargelegd die ik wel voor deze reading wil gaan gebruiken. Tarot decks. En verder, ik wacht het gewoon af wat er helder mag worden.
Ik hoop trouwens dat ik vanavond nog de video online kan krijgen. Maar het is inmiddels al wat later op de avond. En ik weet niet of mijn upload zo snel is. Anders zal ik het morgenochtend plaatsen. Oké. We hebben laat je licht schijnen. Heel mooi. En expansie. Dus het is nu de tijd om verder te gaan ontdekken. Om dus naar die diepere lagen te gaan. Die transformatie verder voor te zetten. Die zielsdelen wat geheeld mogen gaan worden. En het is dus ook dat jij, ik moet toch wel zeggen, als ik nu dan zie welke kaarten we hier krijgen. Eerst had ik zoiets van, ja, moet ik toch wel die video online zetten? Ik heb vakantie. En alles in mij zei op een gegeven moment, ja, je moet hem online gaan zetten. Je moet ervoor gaan zitten. En dat is ook die expansie wat ik nu voor jullie doe. Ik ga die informatie bekendmaken voor mensen die het nog niet weten. Voor mensen die het wel weten, die kunnen het lichtje ook weer door gaan geven. En doordat wij dit dus uit gaan stralen, uit gaan schijnen, kunnen we dus grotere groepen die dus wakker aan het worden zijn, gaan ondersteunen en begeleiden. En dat is letterlijk wat de laatste tijd steeds meer op mijn pad komt. Dat ook een richting is waar mijn kanaal dadelijk op gebaseerd gaat zijn. Er zal waarschijnlijk toch een bepaalde wending gaan komen op mijn kanaal. Hoe en wat weet ik nog niet. Ik wacht gewoon rustig af totdat mijn gidsenteam aangeeft wat ik allemaal mag gaan creëren nog. Maar het is dus belangrijk wel echt je eigen licht te blijven schijnen. Ga niet in die neerwaartse spiraal zakken. Je kunt het gevoel hebben, omdat er dus best wel veel op energetisch vlak en magnetisch veld voelbaar is, dat je een beetje te down bent of te neergeslagen of teleurgesteld in jezelf, dat je iets niet voor elkaar krijgt. Weet dan dat je lief voor jezelf mag zijn. Dat je lichtje in jezelf mag schijnen, dat je ook tegen jezelf zegt. En vooral je ego even loslaten van, het is goed dat je even rust neemt. Het is goed dat je hier even doorheen gaat. Want je krijgt er uiteindelijk alleen maar meer informatie door. Waardoor jij kunt stijgen in jouw frequentie. Ik heb een paar keer de vraag gehad op een sterrenbeeldreading. Volgens mij was dat een weegschaal. Dat ik daarover frequentiestijgingen had. Dat mensen niet helemaal wisten wat dat was. Dus mocht je daar meer informatie over willen, kun je altijd even bij die video in de comments kijken. Daar heb ik een wat kortere uitleg neergezet. Maar het heeft echt te maken met je bewustzijn, bewustwording. We gaan eens kijken wat er dus deze week dan nog allemaal voelbaar gaat zijn. Als we deze stroming toch nog wel zo zullen aanhouden en voelen. Kaarten zijn glad, dus excuus als het shuffelen niet helemaal goed gaat. We hebben de duivelkaart. Oké. Dat is al gelijk een pittige binnenkomen. Maar ook wel de koningin van munten. Dus je zit wel echt al in een bepaalde energiestroom dat jij stabiliteit neer kunt zetten. Maar toch word jij getriggerd door al die gevoelens en emoties die dus nu de kop op komen zetten. Als je dus heel reëel naar jezelf gaat kijken van oké, het heeft te maken met de zonnestorm. Ik weet wat er te wachten staat en waar het aan gekoppeld is. Ik ga er gewoon doorheen met die diepgang, pijnstukken, verdriet, soms dus ook echt wel emoties die in één keer op kunnen spelen, boosheid, je kunt een korte lontje hebben. Geef dan ook gewoon aan bij de mensen in je omgeving, ja sorry, dit is nou helemaal even mijn ding, ik kan er nu even niks aan doen, excuses daarvoor, dit is ook niet wat ik wil, maar ik kan er even geen grip op krijgen. Je hoeft je eigen daarin niet te benadelen, dat je dat niet iedereen kan. Ik heb ook mijn lontje iets korter de laatste dagen. En dan neem ik gewoon wat meer rust. Ik heb gistermiddag op de bank gewoon, ben gewoon in slaap gevallen. Midden op de dag. Ik heb het er maar gewoon laten zijn, want meer kun je toch niet doen. Maar de duivelkaart geeft wel door dat je getriggerd wordt. Dat er toch wel elementen naar voren gaan komen. Vooral van heling. Vooral van aanpakken op dit moment. Het er laten zijn. Je mag nu dus die transformatie doorpakken. Dat je dus meer stukjes weer op kunt lossen. Weer meer dingen los kunt laten. Heel veel elementen is voelbaar op dit moment.
Maar dit is, heeft er ook echt wel mee te maken dus dat je meer naar je gevoel gaat groeien. Want we krijgen dus eigenlijk hier de koningin van munten. Maar aan de andere kant hebben we de koningin van bekers. Dus het is een belangrijk stukje dat jij vast wil houden aan het stukje waar je in zit. Van dit is concreet, dit is tastbaar. Ik weet wat ik eraan heb. Dus ik vecht ervoor, ik vecht er tegenin. In plaats van als je het te laat zijn. En dus ook echt dat stukje kunt gaan transformeren, dan pas kun je echt naar die diepere laag van je gevoelens toe. Als je dit dus niet doet, dan zul je eigenlijk alleen maar tegen je triggers blijven vechten. En dat is een stukje karma. Er is dus een stukje aan de orde dat het licht geschenen mag worden op een karmische stuk of een heel een pijnstuk. En als je dit gaat doen, dan zul je dus dat stukje gaan helen. Maar daardoor krijg je dus meer ruimte om te gaan groeien. Dus dan krijg je die expansie van. En doordat we die expansie gaan krijgen, zul je ook merken dat er meer ruimte gaat komen op emotioneel vlak. Dat je dus ook zelf steeds verder bewuster gaat worden. En dus ook vanuit jouw gevoel veel meer gaat spreken en gaat handelen. En dit is wel wat op dit moment heel erg aan de orde is in het energetisch veld. Mensen zijn aan het stoeien. Mensen die willen helderheid hebben. Die voelen dat ze van alles geprobeerd hebben. Maar ze weten niet precies wat ze in het vooruitzicht mogen gaan doen qua werkzaamheden. Daar heb ik zelf ook last van. Maar het is dus belangrijk consequent te zijn. Consequent te zijn van oké, er is een ego-stuk. Ik ga daar niet meer vanuit handelen. Boom, bats, ik kap dit af. Ik blijf in mijn kracht staan met oprechtheid en eerlijkheid. Ga ik dus nu ook dit maar door. Want ik weet gewoon dat daarna er meer helderheid en verlichting gaat komen. En die verlichting is echt een stukje waar ik continu op blijf hameren. Want er mag nog zoveel meer verlicht gaan worden. En blijf het niet alleen in jezelf schijnen. Ga het vergroten. Ga het uiten naar de buitenwereld toe. Er zijn zoveel lichtwerkers die ik eigenlijk gewoon het liefst een schop onder de kont wil geven. Van God, sta nu eens op. Ga nu eens aan de slag. Je hoeft je eigen niet meer te beschermen of ergens achter te verschuilen. Ga op die voorgrond staan. En hoe je het dan doet, maakt niks uit. Ik doe het zo met video's. Ik weet dat ik ook verder op de voorgrond mag gaan treden met lezingen geven, et cetera. Mijn eigen elementen wat ik doorleefd heb, dat ik dat ook mag gaan delen met jullie, als de tijd daarvoor is. Ik zit nu in een rustigere vaarwater. Ik moet mijn accu'tje op gaan laden. Want er staat heel veel voor mij nog te wachten. Wat precies? Geen idee. Maar dat is hetzelfde wat ik hier dus voel. Er is een groep die doorgeschoven mag gaan worden. Ik heb vorig jaar een bepaalde transformatie gehad. Mijn stijging is heel snel gegaan. En daar ben ik nog elke dag verbaasd over. En nu is het aan een nieuwe groep die nou die stijging versneld mag gaan krijgen. Maar dan is het wel van belang ook om in het zicht te gaan komen. En of je nou een cursus gaat geven, of een lezing, of een workshop, of je gaat ook kaarten leggen op YouTube, of je hebt een blog, en maakt niks uit. Maar ga je eigen aan de buitenwereld tonen. Maak een website of maak iets in ieder geval duidelijk op Insta of op Facebook dat je er iets mee doet. Ik noem het ook wel een spiritueel uit de kast komen. Ik vond dat heel spannend. Ik vond dat ontzettend spannend. Omdat ik toch nog een beetje bang was toen dat tijd. Wat zullen anderen ervan vinden? En nu denk ik, pech aan die anderen wat ze ervan vinden. Dit is mijn pad, dit bewandel ik. Ik ben uit die kast gekomen en ik sta voor mijn eigen gevoelens, stukken wat ik doorkrijg en wat ik dus mag doen vanuit het licht. Want dat is werkelijk het doel wat wij hier op aarde komen doen. En er zijn zoveel lichtwerkers nog die dit nu een zetje in de rug mogen krijgen. En er is een nieuwe shift gaande, er is een nieuwe vooruitgang. We hebben hier de vier van zwaarden, dus dat heeft met die heling te maken. Dat heeft met die diepere pijnstukken te maken, de tijd ervoor nemen. En kijk eens, het rad van fortuin komt eronder. Dus als je echt met oprechtheid en eerlijkheid ook korte metten gaat maken met nog bepaalde stukken van een ego, maar ook wat anderen ervan vinden. Dat je op een punt gaat komen dat het jou niet meer uitmaakt wat een ander zegt, doet of naar jou projecteert.
Dan gaat jouw rad volledig draaien. Dan kun je je eigen ook helemaal zijn. Oeh, kijk eens. En dan heb je niet alleen op emotioneel vlak een heel stuk bereikt, maar je gaat ook echt op spiritueel vlak een heel stuk groeien. Ik heb hier drie koninginnen. Voor mij voelt dit dat dit de oude jij is. Ik heb van de week ook een reading voor iemand gedaan. En toen zei ik al van ja, dit is de 2.0 versie. Dit voelt voor mij nu ook zo, de 2.0 versie. Dit alles gaat komen omdat er een eerdere torenmoment is geweest. En dat torenmoment heeft heel veel in werking gezet. Voor sommigen kan dat zijn dat ze verschuiving hebben gehad in een baan. Of in een relatie. Afstand hebben genomen van bepaalde vriendschappen. Of van een huis. Gewoon in één keer spontaan alles in de verkoop gezet. En misschien wel een heet dat? Een caravan of een... God, hoe heet zo'n ding nou? Camper, ha, ik kom erop. Kijk, dit is ook zo'n mooi ding hè, van de zonnestormen, dat ik niet uit mijn woorden kom. Er gaat heel veel verschuiving plaatsvinden. Ik pak even een ander deck voor en dan gaan we nog even verder kijken. Want ik ben heel benieuwd wat er nog verder op tafel mag komen. Kijk, bij de duivelkaart krijgen we de ridder van staven. Een ridder van staven is echt wel een enthousiaste energie, snelheid, vurig, maar kan ook soms een beetje te snel willen. En dat is iets wat hier dus wel belangrijk is, dat je in gaat zien dat als je te snel gaat, dat je dan je neus kunt gaan stoten. Dus dan heb je gewoon een kans dat je bepaalde stukken wat wel aangekeken moet worden... dat je er overheen stapt. En vervolgens stoot je je neus, want je wordt teruggezet om dat stukje weer te leren. En dit is eigenlijk een les wat continu dan terug gaat komen. Je krijgt een les, heb je deze niet geleerd, dan krijg je een hele periode daarna, krijg je weer een les op je pad, die ongeveer hetzelfde zal gaan lopen, maar met andere elementen. Het is toch in een ander jasje vormgegeven. En dat is wat hier nu ook gaat gebeuren. Ga het vanuit een hoger perspectief bekijken. Dan zul je merken dat er een heel nieuwe transitie zal plaats gaan vinden. Kijk eens hoe mooi. We hebben de aas van staven. Nieuw begin. Dus daar gaat echt, als we dan hier gaan kijken op de koningin van staven. En die energie, als je daarmee door gaat pakken, dan kun je heel veel voor elkaar krijgen. We krijgen hier dus bij de duivelkaart toch wel weer een eye-opener. Dat je dus af en toe terug kunt vallen in een situatie. En vooral als we dan gaan kijken, deze ridder heeft zijn hele harnas aan. En voor mij voelt het ook dat hij zoiets heeft van, ja, kom maar op met die strijd. En het is dus juist weer een schild die je om jou heen hebt geplaatst bij deze kaart. Wat voelbaar is, wat niet hoeft. Dat is ook een teken wat ik... merk, ik zie hier ook de 10 van zwaarden, onderkant dek. Dat mag beëindigd worden. Dat mag met oprechtheid beëindigd worden. Want je hoeft die strijd niet meer aan te gaan. En je hoeft niet meer je eigen verantwoordelijkheid af te leggen naar een ander toe. Zit jij in een verbinding of heb jij een op zakelijk vlak dat er iemand jou niet snapt. Omdat jij een nieuw pad gaat bewandelen. En ben jij continu je eigen aan het verdedigen of continu uitleggen waarom jij dit voelt? Dit krijg je vaak bij mensen, ook hoogsensitieve mensen, die op een werkvloer staan. En vooral met mensen die dus heel aards zijn. Helemaal niet bewustwording hebben, maar gewoon in dit aardse bestaan leven. En jij bent al aan het bewust worden. Je bent stukjes op aan het schonen en dus ga jij... verhogen in jouw trillingsfrequentie, dan merk je dus op een gegeven moment dat mensen snappen niet waarom jij dus ergens anders tegenaan kijkt. En je krijgt dan een bepaalde levelverschil erin. En het is niet dat dat daar goed of slecht in is, absoluut niet. Want mensen in de 3D, die hebben er gewoon voor getekend tijdens hun zielscontract om in die 3D-energie te blijven. En enkeling die mag naar de 4D-energie. En sommigen die mogen weer door naar de 5D-energie of hoger. En
Dat is dus het verschil. Jij bent aan het veranderen, maar de rest om jou heen verandert niet met jou mee. Waardoor er wrijving gaat ontstaan, waardoor er dus een bepaalde schild weer opgezet wordt. Dat je je eigen voelt, dat je je eigen moet verdedigen. En dat is dus waar je je eigen voor mag behoeden. En dat is dus ook het aandachtspuntje. Dus er kan een pijnlijk einde gaan komen. Ik had zojuist ook al de toren onder op het dek. Dan kan dus een pijnlijk einde gaan komen aan een lange terugkerende cyclus die jij dus op dat moment echt gaat beëindigen. Omdat je dan je les eruit hebt geleerd. En als je je les eruit hebt geleerd, ga jij nog meer stralen en schijnen. En zul jij nog meer je eigen gaan uiten en vergroten. We gaan eens kijken wat er bij de aas van staven neergelegd mag worden. De zeven van staven. Heel mooi. Wat voor mij sterk voelt is dat jij een afronding gaat creëren. Je hebt lang gevochten op werkvlak waarschijnlijk. Want het voelt voor mij wel echt dat dit ook gerelateerd is voor een hele grote groep die nu aan het kijken is op werkvlak. Dat je lang gestreden hebt om ergens te komen. Je hebt veel energie erin gestopt. Maar je voelt gewoon dat het niet meer jouw plek is. Je hebt misschien een promotie gehad, maar je hebt je plafond bereikt. En je mag je horizon letterlijk gaan verbreden om te gaan kijken, wat is nu voor mij belangrijk? Kijk eens, die persoon heeft één staaf bij. Die nieuwe staaf die hier op tafel ligt, die mag jij mee gaan nemen. Al het andere wat geweest is, mag je lekker los gaan laten. En dat wil niet zeggen dat je in één keer boembad iedereen om je heen los moet gaan laten. Absoluut niet. Voel gewoon lekker aan wat voor jou belangrijk is, wat voor jou goed voelt. Ik wil er niemand in dwingen. Het is alleen dat ik wel voel dat er voor een hele grote groep mensen een verschuiving plaats gaat vinden. En dat er dus echt wel mensen je pad gaan verlaten. En of dat jij degene bent die je pad gaat verlaten of de ander gaat jouw pad verlaten, dat is om het even. Maar die nieuwe handreiking die hier ligt, die ga jij aangrijpen. En dat kan dus al zijn dat er een hele verschuiving plaats gaat vinden op veel vlakken bij jullie, op zakelijk gebied. Maar het kan ook zijn dat je in één keer zegt van, ik heb heel lang op contractbasis voor iemand gewerkt. Ik ga dus voor mijn eigen beginnen. Want ik hoef niet meer die mentaliteit en elke keer die verantwoordelijkheid afleggen. Dus ik ga voor mezelf beginnen. Ik ga mijn eigen meer in die bewustwording storten. Ik ga daar mensen mee ondersteunen. En ik ga als lichtwerker aan de slag. En ik laat mijn eigen niet meer de les lezen wat een ander altijd voor mij uitgestippeld heeft. En hier ga jij goed mee aan de slag. En het is een nieuw pad. Nieuwe mogelijkheden. Het voelt ook zelfs dat er nieuwe cursussen op je pad kunnen gaan komen. Nieuwe inzichten op je pad. Wellicht misschien een samenwerking. Of dat je een cursus gaat volgen waarmee je dus ook steeds meer gelijke stemmen gaat treffen. Waar ook jij dus jouw welbevinden gaat delen hoe jij het ervaren hebt. En daardoor ga je dus ook weer jouw licht verder schijnen. Doordat jij dus gaat vertellen over hoe jouw transformatieproces is geweest. Hoe jij het vanuit vroeger mee hebt gekregen. Misschien ben je als vroegere, als jong meisje altijd geconfronteerd met die spiritualiteit. Maar heb je het weggestopt omdat mensen zeiden van ja, dat kan niet, dat is gek. Terwijl het voor jou gewoon normaal aanvoelde. Dat zijn elementen wat dus nu duidelijk naar voren begint te komen. En hier ga je dus ook mee aan de slag. En dan is het wel gewoon een nieuw begin, hè? Want ik, oh wauw. Kijk eens, hier hebben we de drie van munten met de negen van munten eronder. Je gaat zo ver en zo snel stijgen. Het voelt voor mij ook echt als een stijgende lijn. Jij kunt dan zonder te kijken, kun jij al verder gaan groeien. Je gaat het niet meer op oogcontact doen of wat visueel in de werkelijkheid zichtbaar is. Nee, je gaat echt alles vanuit je hart doen. Je hebt dan alle tools in handen. Je hoeft dan niet heel hard meer te werken. En vanuit daar kun je dus ook een nieuwe stabiliteit verder op gaan bouwen. En die spiritualiteit gaat dus echt verder ontwikkeld worden. Gaat dus echt geüpgrade worden. En daar mag je trots op zijn. Want het is niet heel erg makkelijk. Het hele proces van transformatie is echt heel moeilijk. En iedereen zegt altijd van, oh ja, maar weet je, je voelt je eigen daarna verlicht. Ja, dan heb je even een moment dat je je eigen verlicht voelt, want je hebt een stuk opgelost. En dan komt de volgende shitlading en zooi weer naar voren, want je mag weer een diepere laag door gaan leven. En dat is dus eigenlijk letterlijk wat wij hier altijd blijven doen, totdat wij gaan sterven. En dan gaan we uiteindelijk weer reïncarneren en we gaan weer door. Dus eigenlijk is het enige wat we doen is
Lagen afpellen, lagen opschonen, pijnstukken helen, tijdlijnen opschonen. Dat is letterlijk wat er continu gebeurt. Er gaat wel een vernieuwing plaatsvinden. Als jij dadelijk op dat punt bent dat je dus dit door hebt en je bent dus alweer in een nieuwe laag aangekomen, dan gaat er weer gelijk een nieuwe laag komen. Het voelt voor mij echt als zo'n rollercoaster, zo'n achtbaan, weet je wel. Deze kaarten komen op kop, dus die neem ik ook op kop. We hebben de 8 van zwaarden en we hebben de 4 van zwaarden. 4 van zwaarden hebben we zojuist ook al aangegeven. Is echt wel een kaart van heling, aandacht geven, aandacht schenken aan jezelf. Voor mij voelt deze op kop gezien dat je dus hier makkelijker doorheen gaat. En we hebben de 8 van zwaarden. De 8 van zwaarden rechtop is dat je je eigen vasthoudt in een situatie. En vooral als we dan gaan kijken naar deze kaarten, je houdt je dan vast ook in een stukje ego, ook wat anderen van je vinden, wat misschien bevestigingen zoeken buiten jezelf. Maar je krijgt die bevestiging in jezelf. En dit ga je dus allemaal loslaten als jij op dit punt bent gekomen. Heel mooi. En dit is dus ook de mogelijkheid als je dus uit dat hele stuk bent gekomen. Dit is eigenlijk wat er nu gaande is. Dan ga je stijgen in die trillingsfrequentie. Je gaat lessen leren. Je gaat inzichten krijgen. En voor mij voelt dit echt dat dit de komende 2-3 maanden aan de orde zal zijn. En als we dan echt die herfstperiode ingaan, begin winter, dan zal er een hele nieuwe verandering weer plaatsvinden. En dan krijg je weer iets nieuws op je pad. En dan zul je ook weer denken van oké, wat dan weer? Ik ga kijken of ik er nog iets helder op mag krijgen wat we dan kunnen verwachten. Maar er is dus al een hele grote verschuiving wat plaats gaat vinden. Ik pak weer de andere dek er even bij. Ik heb 3 deks hier liggen, dus ik ga ze nu ook even allemaal gebruiken. Ik weet niet of ik mijn recht heb. Ja. Oké, waar kan dit naartoe gaan dan? Als we die diepere lagen openleggen. En vooral als we dan kijken met die vooruitgang over 2-3 maanden. Wat kunnen we dan ook nog verwachten? Want we krijgen natuurlijk nog best wel wat energiestromingen. Opletten. Opletten. Er gaat dus een vernieuwing plaatsvinden. Je krijgt dus dadelijk echt wel weer dat je op een punt komt van oké, ik heb een les geleerd. Ik heb een nieuwe les weer gekregen. Ik ga hiermee in de slag. En ik heb weer een laagje. Ik zeg het ook wel eens, je hebt een ui. Elk laagje is een pijnstuk of een helingsverwerking of een transformatie. En we pellen weer een laagje af. Je gaat steeds meer je eigen balans vinden. De balans tussen jouw goddelijke, jouw hogere stem, het universele de energiebron, maar ook het stukje ego, wat steeds makkelijker losgelaten kan gaan worden. En dan zul je ook merken dat je steeds meer die wensvervulling in jezelf al gaat creëren. Dat de kleine dingen gewaardeerd gaan worden. En dat bepaalde elementen waar je vroeger misschien heel erg materialistisch was, dat dit nou sterker vlakt gaat worden. Dat je daar eigenlijk helemaal niet meer zo'n behoefte aan hebt. En dat is ook wat ik zei. Hè? Van misschien verkoop je wel je huis en ga je tiny wonen. Of ga je in een caravan of een camper tijdelijk zitten. En dan zie je wel waar het allemaal naartoe gaat. Je laat heel veel dingen los. En doordat je dus meer in die geluksmomenten gaat zitten, is het van belang dat je daar niet te veel in vast gaat zitten. En vast gaat zitten bedoeld is echt voor mij in dit geval voelbaar als het kan heel euforisch voelen, het moment die je hierna gaat krijgen over een paar maanden. Heel echt dat je denkt van oh, ik heb het allemaal al bereikt. Ik ben volledig verlicht. Ik heb dit al gedaan en dat al gedaan. Maar onthoud goed, we blijven onze lessen krijgen tot wij doodgaan. Dus als jij het gevoel hebt, ik ben er al. Nee. Nog niet. Want dat moment kun jij nog niet bereiken hebben. Want dat kun je pas later bereikt hebben. Dat merk je pas als jij gestorven bent en niet meer mag of kunt reïncarneren. Omdat jij die totale verlichting hebt gekregen. Dus tot je dood blijf jij altijd lessen op je pad krijgen. En sommige zijn heftiger als andere. Momenten zijn erbij dat je ook echt tijdlijnen uit gaat zuiveren. Echt van vorige levens. Als ik me niet vergis kunnen we over de 1300 keer reïncarneren. Dus we hebben heel veel tijdlijnen. Heel veel vorige levens waar nog uitzuiveringen en plaats mogen vinden.
En dat is dus ook wat er gaat gebeuren. We hadden hier beneden de koningin van staven. En als jij dus letterlijk in gaat zien van dat jij nooit uitgeleerd bent, dan pas kun jij op een plek gaan komen dat je daar ook het kunt accepteren dat er elke keer weer stukjes op je pad gaan komen. En de ene stuk is heftiger als de andere. En de ene die komt er makkelijker doorheen als de andere. Maar dat heeft wel met jouw bewustwording te maken. Hoe hoger jij in bewustzijn zit, dus hoe hoger je uitgelijnd staat met jouw kristallenlijn, hoe beter jij een laagje weer kunt herstellen, genezen en af kunt pellen. Het zal veel gemakkelijker gaan worden. Oh. We hebben de vier van staven. En je ziet het ook elke keer als cadeautje dan wordt. Je ziet het als cadeautje dat die triggers die op je pad komen, allemaal voor een goed doel zijn. Allemaal om jou verder in frequentie te laten stijgen en die liefdevolle energie in jouzelf te kunnen accepteren. En niet meer afhankelijk te zijn van een ander, van de meningen van anderen, van gevoelens van anderen. Er zijn altijd mensen die jou zullen triggeren omdat ze jaloers zijn of omdat ze het je gewoon niet gunnen. Maar dan is het aan jou, hoe zuiverder jij in jouw energie staat, hoe minder het jou gaat raken en hoe meer de karma eigenlijk weer naar de andere toe gaat kaatsen. Want dat is werkelijk wat er dan gaat gebeuren. En dan zal de ander er heel erg last van kunnen krijgen. En jij, die lacht er dan een beetje om. Ja, niet echt letterlijk natuurlijk, want het is natuurlijk ook weer een stukje ego. Maar het is wel wat er dan gaat gebeuren. Jij gaat een bepaalde verbintenis met jouzelf aan, met je hogere zelf, met het universum. Vanuit daar ga jij echt groeien. Je pakt dus al je pijnstukken aan. Je ziet dus ook in van oké, ik heb een bepaalde strijd geleverd in het verleden. Ik ga dus nu die zwaarden gewoon pakken. Dus de personen die mij dus zouden kunnen raken, ik laat het gewoon niet meer toe. Ik geef ze geen voer meer daarin. En dan zul je ook merken dat jouw nachten rustiger gaan worden. Wel voel ik heel duidelijk dat er in de nacht bij een enkeling van jullie ook echt wel sterke dromen door kunnen gaan komen. Sommigen van jullie zullen ook ascensiereizen gaan maken. En als je dit doet, probeer dan wel altijd goed gecentreerd te zijn. Dus grond je eigen goed als je gaat slapen. Voordat je gaat slapen, zet een beschermend schild om je heen met helder wit licht erin geschenen. En dan zul je ook merken dat je dus beschermd bent. Mocht je dus onbewust toch een bepaalde ascensiereis gaan maken, zonder dat je er bewust van bent, dan ben je wel beschermd en ben je wel veilig. Want als we dat niet zullen doen, dan is het toch wel een beetje link. En als je eigen niet goed grondt, dan zul je ook merken dat er misschien wel verkeerde entiteiten in jouw veld kunnen komen die jou kunnen gaan belasten. Wat dus niet nodig is als je je eigen goed grondt en je eigen goed afschermt. Er gaat van alles nieuws op je pad komen. Wat ik voor sommigen heel duidelijk zie, is als dit allemaal veranderd gaat worden, en dan heb ik het echt over eind van dit jaar wellicht. Want het is echt als we deze laag hebben gekregen doorlopen, en het kan zelfs een stukje in januari zijn, dat er in één keer zo'n aha momentje gaat komen. In één keer dat er een verandering plaats gaat vinden. Ik heb de keizer, maar ik heb ook de koning van bekers. Er gaan keuzes komen. Je bent aantrekkelijk op dat moment. Hoe meer jij verlicht raakt, hoe meer mensen jouw energie ook zien. Let ook op dat mensen niet op jouw energie die slechter zijn. Op jouw slecht, wat is slecht. Mee gaan liften op jouw energie. Want dat kan jou uit gaan putten. Dus daarvoor is het ook belangrijk elke ochtend, elke avond je goed af te schermen met een beschermend schild. Er gaan inzichten komen dat er een verschuiving plaats gaat vinden. En dat heeft te maken met iemand uit het verleden. Voor sommigen van jullie gaat er weer iemand terugkomen uit het verleden. En deze persoon, daar had je wel een band mee, maar je kon niet goed levelen op het niveau waar je op dit moment op staat. Toen hadden jullie een hele sterke verbinding. Op dit moment zul je niet meer kunnen matchen. En dat is ook precies wat er gaat gebeuren.
Daar zal er nog een andere persoon zal er nog in beeld ook bij gaan komen. En dit is een persoon, doordat je hard hebt gewerkt, dat je beloond gaat worden. Dat er wellicht op, ja, voor sommigen op liefdesvlak, iemand je pad mag gaan kruisen. Dus er zal iemand terug gaan komen uit je verleden. Maar deze persoon, dat sluit gewoon niet meer aan met de frequentie waar je op dat moment op zit. En dan heb ik het echt over een aantal maanden. Sommigen misschien nu al bijna. Deze persoon hangt dus wel al in het energetisch veld voor jou. Ik zal heel even dit iets omlaag zetten. Dan kan ik een rijtje eronder leggen. Iemand waar jij mee... Het is een nieuwe persoon. Iemand die je gaat leren kennen. Wellicht op een bruiloft van iemand. Of misschien een kerstfeest tegen die tijd. Jij bent zo hard aan de slag gegaan met jezelf. Dat je daar wel... plek voor heb gecreëerd, maar dat je daar nog niet helemaal helderheid op hebt gekregen, dat dat ook nu allemaal aan de orde is. Pas op het moment dat er iemand uit je verleden weer op je pad gaat komen, heb je zoiets van, oh ja, liefde. Dat is ook nog een onderdeel wat mijn leven kan gaan verrijken eventueel. Kan dus een relatie zijn waar je in zit die dus een upgrade gaat krijgen. Het kan ook zijn dat je met een karmische partner te maken hebt, waar je uiteindelijk dus dit hele traject afstand van gaat doen, dat er dus iemand nieuws op je pad gaat komen. En je gaat in ieder geval hard aan jezelf werken. Je gaat beloond worden. En deze persoon die wil echt met jou een bepaalde verbinding aangaan en wellicht ook wel een bepaalde samenwerking met jou aangaan. Het voelt voor mij dat jij nieuwe tools gaat krijgen om nieuwe werkzaamheden te kunnen gaan verrichten. Ben je al bezig met je lichtwerkskills, dan kan het zomaar zijn dat jij jouw hele carrière een switch gaat geven. En dat je dus dan pas merkt van oké, dit is dus de persoon waarmee ik dus mee aan de slag mag. Maar op liefdesvlak gaat dit dus ook wat teweeg brengen. En we gaan eens even kijken, want daar wil ik nog wel iets over weten van jullie. Oh, kijk. Oeh, lala. Nou, voor sommigen van jullie komt er dus de komende tijd toch wel iets heel moois aan. Ik krijg de 10 van bekers, maar ik krijg daarnaast ook de 2 van bekers. Dus op liefdesvlak gaat er een hele verschuiving plaatsvinden. Eerst die union in jezelf. Dan die optimalisatie. Dat je gaat groeien en er ook niet meer bezig bent om iemand misschien naar je toe te trekken. Je gaat echt op energetisch niveau beloond worden. Beloond worden voor hetgeen wat je allemaal gedaan hebt. Wellicht heb je eerder een wens uitgesproken om eventueel liefde naar je toe te trekken. Maar dan ben je op dat moment, als je dit helemaal, die transformatie, transitie aangaat, ben je helemaal niet meer bezig. Deze kwam rechtop. Eerlijk nieuw begin ga je creëren, een heel nieuw stabiliteit. Dus 2023 zal echt voor sommigen van jullie heel mooi en krachtig kunnen gaan starten. Kijk eens hoe mooie kaarten hier naar voren gaan komen. Wauw, kijk eens hier. Een powerkoppeltje mag hier dus op gaan staan. We hebben hier de koning, koningin al. Voor mij voelde dit dat meer jouw energie is, jouw yin-yang energie die in balans gaat komen. Maar ook jij gaat de wereld in. Jij gaat verder de inzichten naar de buitenwereld brengen, waardoor je er steeds meer mensen mag gaan helpen en ondersteunen. En op welke manier jij dat als lichtwerker dan ook doet, dat maakt niks uit. Elk klein stukje helpt bij die verlichting. En hoe meer jij dus als verlichting anderen aan gaat reiken, het is een kettingreactie, een domino effect. Als we allemaal ons handje erbij gaan helpen, zullen we steeds verder deze wereld mogen gaan verlichten. En dat is eigenlijk wat er nu heel erg sterk voelbaar is. Het is dus echt een reading die toch wel gebaseerd is op misschien wel de komende 3, 4, 5 maanden. Voel wat voor jou van toepassing is. Ga het echt absoluut niet passend maken. Want wil je heel graag liefde, dan moet je wel je eigen afvragen. Is dat vanuit puurheid, oprechtheid, vanuit je hart? Of is het toch vanuit ego? Daarin zal een verschuiving plaatsvinden. Maar daar kan dus ook weer een les aan gekoppeld zitten. Dus alles zit met elkaar en staat met elkaar in verbinding. Ik pak voor jullie nog een laatste kaartje uit Engelendek. En dan hebben we alweer een hele lange reading achter de kiezen. Het was niet helemaal de bedoeling, maar soms mag ik er ook gewoon even voor gaan zitten. Oh. De kaarten plakken een beetje door de warmte aan elkaar. Ik
hoop trouwens ook niet dat jullie last hebben gehad van de waaier op de achtergrond. Kijk eens hier, we hebben ontvangen. Engelen van overvloed. Dit is jouw moment van succes en overvloed. Ontvang het met dankbaarheid en open armen. Wauw. Wauwie. Nou, prachtig. Ik kan hier echt niks meer aan toevoegen. Kijk eens wat voor dankbaarheid en overvloed er voor jou in het vizier ligt. Als je dus nog die diepere lagen af gaat pellen en door gaat lopen. Mocht je heel veel last hebben van die zonnestormen. Probeer echt dan de tips die ik heb gegeven toe te gaan passen. Laat ook vooral in het berichtje achter wat jij ervaart. Hoe jij het voelt en wat er bij jou allemaal speelt. Mocht je nog een tip of tricks hebben, mag je dit natuurlijk ook altijd geven. Heb je nog vragen, stel ze gerust in de berichtenbox hier beneden. En dan wil ik jullie voor nu in ieder geval nog een hele fijne avond toe wensen. Mocht ik hem morgen vroeg online zetten, goedemorgen. En dan een hele fijn weekend nog toegewenst. Doei doei!